Goedendag en welkom bij deze instructievideo voor IPCOWIS Build 205. 205 is een grote update en er zijn een behoorlijk aantal nieuwe features in. De belangrijkste daarvan is dat de digital display helemaal opnieuw geschreven is. Dus daar zullen we de meeste tijd aan besteden. Er zijn nog wat kleine aanpassingen aan IPCOWIS zelf. Die hebben voornamelijk te maken met de nieuwe digital display. Dus laten we maar snel beginnen. De nieuwe digital display. Nou, als je hem deze keer opstart, dan ziet hij er zo uit. Dat is niet heel erg indrukwekkend. Zoals je kan zien aan de rechteronderkant zijn er een aantal knopjes. Dit is voor het verversen van de data. Die zou je in principe nooit nodig moeten hebben, maar voor de zekerheid. Instellingen, en dit is het hoofdscherm waar je nu naar zit te kijken. Nou, die is nog helemaal leeg, dus laten we eerst maar eens naar de instellingen gaan kijken. Nou, er staan een aantal dingen die meteen opvallen. Hier hebben we een aantal settings. Die zullen we wel bekend voorkomen. Die werken in al mijn programma's ongeveer zo. Maximum number of live view items, nou, hoef je in principe nooit aan te passen, maar kan als je dat wil. Time per contestant, dat is de hoeveelheid tijd die hij op een deelnemer blijft staan als hij door de lijst heen loopt. Dat zal je straks bij de results wel zien. En show unfinished in results, die staat normaal gesproken uit. Bij uitslagen wil je niet de mensen die niet gefinished zijn opnemen. Er zijn een aantal uitzonderingen, om bijvoorbeeld als je een 6 of 9 of 24 uur doet, dan... Wil je die juist wel zien, omdat je stelt een hele hoop rondjes in en in principe finisht niemand. Je krijgt alleen maar tussentijden daar, dus dan wil je ze wel hebben. Dus de optie zit er gewoon in, hij staat nu uit, nieuwe control. De contestant filter is ook een leuke nieuwe optie. Je kan aangeven welke startnummers je wil laten zien en alle andere startnummers worden genegeerd. Dat zou je kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt waar je... de 10 snelste runners eigenlijk alleen maar wil zien. Voor de grote marathons en dat soort dingen is, kan het handig zijn. Skins werken hetzelfde als op de andere. Een aantal skins die je kan gebruiken. Er staan er nog niet zoveel in, dus in de loop van de tijd bijkomen. En waarschijnlijk geef ik jullie ook weer de mogelijkheid om zelf skins te maken. Mocht dat daar enige interesse in zijn. Nou, dan kom je bij het andere gedeelte. Je ziet hier left top, right top, left bottom, right bottom. Het scherm is in principe in 4 delen opgedeeld. En in elk van de kwadranten kan je iets weergeven. Als je de onderste 2 kwadranten niet gebruikt, dan zul je zien dat die automatisch stretcht. Hetzelfde is als je alleen maar de linker of de linker 2 gebruikt, zal die ook stretchen. En dan, zodat dus de ruimte van de rechter 2 opgebruikt worden. Nou, laten we eens beginnen met gewoon een live view, want dat is hetgene waar die het meeste voor gebruikt wordt. En de andere laten we voorlopig even leeg. Nou, zoals je kan zien staan hieronder ook nog de nieuwe deelnemerplates. Dus hoe de deelnemers eruit gaan zien. Als je je muis eroverheen houdt, geeft hij ook even kort aan wat er in zo'n plate te zien. Wat erin staat. Nou, voorlopig ga ik hem even op de default. Dat is deze, maar mocht je hem een andere willen selecteren, kan je dat ook doen natuurlijk. Zo, hij is in principe geconfigureerd. Zoals je misschien gemerkt hebt, kan je geen IP-adres of zo meer invullen. Dat komt omdat de manier waarop de digital display met IPCOWIS praat is veranderd. IPCOWIS die geeft alleen maar een indicatie via een broadcast over het netwerk. Dat wordt misschien een beetje technisch, maar zo werkt het. Dat er een aanpassing is voor deelnemer 12, bijvoorbeeld. En de digital display die zoekt via een webservice dan contact met IPCOWIS en die haalt de gegevens van deelnemer 12 op. Dat zorgt ervoor dat het netwerk een stuk minder belast wordt. En doordat ik technologieën gebruik die gewoon beschikbaar zijn in .NET, maakt het ook een stuk stabieler. Dus. Nou, laten we eens even gaan kijken hoe het scherm er nu uitziet. Als we nu naar het scherm gaan, dan zie je nog steeds niks veranderen, want we hebben nog steeds geen wedstrijd. Er komt nog geen gegevens binnen, dus... krijg je ook niks te zien, want het is een live view. Nou, ik zal even een wedstrijd starten. Het gaat dan een hele korte wedstrijd worden, maar het gaat meer even om het idee. En dan gaan we eens even wat mensen laten finishen. Zo, dat zijn er 4. Nou, dit werkt ongeveer hetzelfde als de digital display zoals die was. Zoals je kan zien geeft hij aan startnummer, BIP-nummer. Nou, die is nu hetzelfde omdat ik een verzonnen wedstrijd doe, naam, plaats in de categorie en de uitslag. Nou, niet heel erg spectaculair, we kunnen even kijken wat er bijvoorbeeld gebeurt als we de plates veranderen. Stel je voor dat we deze bijvoorbeeld pakken. Hier kan je zien dat die automatisch aangepast worden.
Nou, nu kan je dus ook andere dingen laten zien. Bijvoorbeeld, als je een speaker rate wil hebben, dan ga ik de live view even naar de rechterkant doen. En dan doe ik de speaker rate aan de linkerkant. Als je nu naar het scherm gaat, dan zal je zien dat er het een en ander veranderd is. Hier staat nog steeds onze live view. Maar hier komen allemaal dingen, komt er in één keer een heleboel controls bij. Nou, wat je hiermee heel snel kan doen, en het is gemaakt voor tabletten, of touchscreens in ieder geval. Je kan hier aangeven dat je gegevens wil hebben van een bepaalde runner. Dus bijvoorbeeld start nummer 2, die komt eraan, die is nu al gefinished. Dan kan je zeggen van, ik wil graag wat gegevens hebben over start nummer 2. Dan krijg je de naam, alle tussentijden die er eventueel zijn, startnummer, alles wat ingevuld is eventueel. Dus er kan heel snel gegevens mee worden opgevraagd. En hiermee kun je eventueel de lettertype wat groter en kleiner maken. Dat is handig op de tablets. Behalve deze twee velden kunnen we ook andere dingen laten zien. Bijvoorbeeld, wat nieuw is een probleemmonitor. Die ziet er een beetje hetzelfde uit als de speaker rate, maar heeft een iets ander doel. Wij hebben nogal de neiging om tijdens een wedstrijd op de finish te gaan staan en te luisteren naar de piepjes als er iemand over de mat loopt. Horen we die niet, dan lopen we de hardloper achterna en dan vragen we even of hij de chip in zijn broekzak heeft of in de auto, wat meestal het geval is. Het zou leuk zijn als we dat ook snel kunnen opschrijven, zodat we weten dat er iets misgaat. Nou, daar hebben we een aantal dingen voor nodig. Ten eerste zou het handig zijn als we de tijd mee hadden lopen, die ben ik vergeten aan te zetten. Nou, dat kan je doen door in IPCO-WIS, en die haal ik dan even hier tevoorschijn. Gewoon hier aan te geven van, ik wil graag deze tijd zien. Dan zetten we die op de klok. Komt die hierin te staan. En als je nu terug gaat naar de digital display, dan zie je dat er hieronder ook een tijd gaat lopen. Nou, stel je voor, we hebben nu 1, 2, 3, 4 binnen of zo. Ja, start nummer 5. We laten start nummer 4 komt nu aan. En hij loopt over de mat en geen piepen. Nou, wat je dan doet is je doet 4, enter. En dan komt er hierboven te staan. Tijd, bip en eventueel de naam als die beschikbaar is. Nou, hier kun je er zoveel van maken als je wil. Kan je het eind even teruglopen en dan kan je de tijden handmatig toevoegen of aanpassingen maken mocht je dat willen. Ook handig op een tablet. Doe er je voordeel mee. Logboek is meer voor de debug. Ik kan het even laten zien, maar dat is niet heel spannend. Dan komt gewoon alle communicatie komt hierin te staan. Speaker rate hebben we gehad, live view hebben we gehad en dan hebben we nog results. Nou, results die werken iets anders dan de live view. Dan gaan we die weer even hier zetten en dan zetten we de result rechts. Hierin gaat, dan krijg je hier nog steeds live view en hier komen de uitslagen. Nou, dan vragen wat gaat er gebeuren. Hopelijk gaat dat automatisch goed. Oh, ik klikte op ongeluk. Deze gaat gewoon automatisch door de uitslagen die er zijn heen. Nou, we hebben hem bij de instellingen, hier staat niks in. Dus dat duurt even en dan springt hij naar de volgende en dan op een gegeven moment dan zijn we klaar. Goed, dan gaat er eventjes om dat. Als je nu bij de instellingen gaat kijken, dan waren hier een aantal instellingen die je kon inzetten. Bijvoorbeeld de tijd die per deelnemer moet wachten. Dus als je 10 mensen in het scherm hebt en je zet hem op 2 seconden, dan blijft het 20 seconden staan en dan springt hij naar de volgende afstand. Dat zullen we zo ook wel even zien. En de show in finished, en die staat nu uit. Dus mensen die niet gefinished zijn, laten we niet zien. Dus. Ondertussen heb ik wat meer mensen laten finishen. Dan zetten we deze even op einde. Nou zou je zien dat die heel erg mooi aan het lopen is. Hij loopt de hele lijst af, dus mocht deze lijst er aan de onderkant uitlopen en 100 mensen erop hebben staan, dan gaat hij gewoon van boven naar beneden. En dan zie je elke keer mensen erbij komen. Nu springt hij gewoon naar de volgende afstand. We zitten nu op de 10 kilometer, dat is ietsje licht. Misschien dat ik die kleurtje nog een beetje moet aanpassen. Hij loopt er nu doorheen. En op het moment dat hij beneden is, dan zul je zien dat hij naar de 5 kilometer springt. En dan gaat hij daar doorheen lopen. Nou, dit zou ook een leuke zijn om bijvoorbeeld bij de finish te zetten. En dan zet je de speaker rate erbij. Die is dan niet echt voor de speaker rate. Maar dan kunnen mensen, als je er een keypad bij zet of zo, kunnen ze zelf er eigen tijd uit vissen. Zoals ik nou bij start nummer 25 ben bijvoorbeeld. Doe ik 25 en dan krijg ik netjes al mijn tijden te zien. Het zijn allemaal ideetjes. Het geeft even aan wat er nu allemaal veranderd is aan de digital display. Nou, dan zal ik ook nog eventjes door de veranderingen aan IPCO-WIS zelf doorlopen. Dat zijn er niet zo heel veel.
Zoals je kan zien staat er hierboven een display control. En er is hier een knop bijgekomen. Dat is eigenlijk de grootste veranderingen. Ik zal deze even eerst doen. Deze bestuurt alle digital displays. Maar omdat ik een broadcast gebruik, kan je eigenlijk maar één IPCO-wissel in je netwerk hebben die alles gegevens stuurt. Stel je voor dat je twee IPCO-wissels hebt draaien, als backup bijvoorbeeld. En er loopt iemand over de mat, dan zou die van allebei een signaaltje krijgen. En dan gaat hij twee keer de gegevens ophalen en dan krijg je een beetje een rommeltje. Dus heb je meerdere IPCO-wissels, dan is er één van de master en dan moet het knopje op groen staan. En bij alle anderen moet hij op rood staan. Dan verstuurt hij namelijk geen berichtjes meer. Nou, dat is niet zo heel spannend voor de rest. Wat je hier ook mee kan doen is een tekstberichtje. Dat is in de oude digital display zat deze fietsje er niet in. Maar je kan hier bijvoorbeeld reclame, dubbele punt. Dat moet ik er nog even uithalen. Dat is niet zo netjes. Die kan ik nu versturen. En als je nu op de display gaat kijken, dan komt hier aan de onderkant. Dik foutje. Mark hierbij. Dus je kan hier snel berichtjes over versturen en die komen dan netjes op display te staan. Wil je ze weg hebben? Ctrl A. Hop, weg, versturen. En dan zal je zien dat het hele balkje gewoon weg is. Het tweede is een dock. Als je heel veel IPCO readers hebt, bij grote wedstrijden kan dat, bijvoorbeeld straks de Istanbul Marathon. Dan heb je zie je je afstanden niet goed meer, want die scrollen aan de onderkant eruit. Nou, dat is onhandig. Dus er is een knopje voor en dan haal je ze weg. Dan verdwijnen ze hier en dan krijg je een los scherm. Dat kan je bijvoorbeeld op een andere monitor plaatsen. En hier komen al je readers, eventueel al je remote readers. En alle unknown tags die er eventueel zijn, komen in dit scherm terecht. Het scheelt je weer wat en dan maak je hele dashboard wat cleaner. Dat was het eigenlijk wel voor de patch notes. Die staan online. Daar staan nog wat andere dingen in. Bugs die eruit gehaald zijn. En voor de rest, mochten er vragen zijn. Of heb je een idee. Of een missie, een feature. Laat het me even weten. Dan zetten we hem er zo snel mogelijk in.